Jongeren kiezen steeds meer voor een job over de grens. Dankzij initiatieven zoals EURES wordt de koudwatervrees om over de grens te gaan werken alsmaar kleiner. Zo zijn Duitse werknemers bijvoorbeeld heel enthousiast over een job in Nederland. Ah, dat is zeer aangenaam, op jeden geval. Ik heb jetzt nog niet zo veel in Duitsland gearbeitet, dat ik dat irgendwie vergelijken könnte. Aber ja, ich würde schon sagen, dass das Arbeitsklima auf jeden Fall viel ruhiger ist. Die Mitarbeiter sind freundlich, man bekommt viel erklärt. Es macht Spaß. Die Atmosphäre ist ein bisschen angenehmer als in Deutschland. Da geht doch alles ziemlich unpersönlich ab und naja, man ist sehr oft nur eine Nummer. GDO werkt samen met EURES en de Duitse scholen om jongeren te recruteren. Nadat we enige tijd waren op zoek op de Duitse markt en met wisselende succes zijn we met EURES in contact gekomen. Die hebben ons toen geholpen aan de eerste mensen en op een gegeven moment zijn we ook met hun opleiding gaan oppakken. Waar we nu de tweede keer achter elkaar succesvol drie jonge Duitsers in dienst hebben. Die in Duitsland de theorie doen en in Nederland de praktijkopleiding. Ook bij Van Aarsen machinefabrieken in Pamheel horen we alleen positieve verhalen over grensarbeid. Hier werken zowel Belgen als Duitsers. Ik had een omschulung gemacht in Duitsland en dan is die firma Van Aarsen daar hinten zu uns in de school gekomen. Die hebben een gutes Angebot gemacht en heb ik zugeschlagen. Gefällt mir wirklich gut hier. Also die Leute sind alle sehr nett, haben mich auch gut aufgenommen. Auch wenn ich aus Deutschland komme, das macht überhaupt nichts aus. Sind alle wirklich freundlich. Arbeitsklima ist gut, Bezahlung ist gut und ja, die Technik hier. Qualität wird alles viel Wert drauf gelegt. Alles super.